Hallo, ik ben Saskia de Jonge en samen met Inge Dekker verzorg ik vandaag de kliniek en wij doen samen de vlinder en de schoolslag. Dus je bent aan het zwemmen, 1, 2, 3, 4, 5, dan begin je en dan heb je nog 6 en dan heb je nog 7 en dan duik je onder water. Want je hebt ook 2 beenslagen in die arm doorhalen. En dan begin je weer opnieuw met tellen, 5 onder water en een armslag, je haalt adem, je duikt weer onder water. En er zitten weer 5 onder water. Ja, 25 meter. Die vlindercakes doen we allemaal in een mooie stroomlijn. Super belangrijk, want als we een beetje zo zwemmen, dan heb je heel veel weerstand en dan ga je niet zo hard vooruit. Dus onder water een mooie stroomlijn. En als je dan weer gaat beginnen met die armslag, dan pas laat je hem los. Ja, we doen nog een keer met de rechts. 25 meter. Ik hoorde dat Inge net nu nog met het laatste baantje bezig is. Maar wat voor jullie ook een mooie oefening zou kunnen zijn, als je een keer techniekoefening mag doen, dat je bij wijze van spreken elke baan 1 slag minder wil pakken. Ik wou nog met jullie 4x25 doen, maar gezien de tijd gaat dat niet lukken. En dan dat je echt focust op het krachtig doorhalen, dus dat je je slagen telt. En dat je dan elke baan 1 slag minder doet. Die kun je even meenemen richting de trainingen. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en goede inzet. Dank jullie wel. Oké, wie wil nog iets zien van Inge? Een techniekoefening of iets anders? Wie? Niet allemaal tegelijk? Oh, Inge, je favoriete slag. Oké, goede afzet. Ook weer een stroomlijn met goede vlinderkicks onder water. En een goede breakout. En let op de rotatie. Hè. Schouders komen boven het water. Benen houdt ze er goed bij. En ze kijkt naar het plafond. Ze steekt met de pink in. Duim komt uit. Ik zag hier nog een vinger, Inge. Oh. Dat is heel moeilijk. Nou, net als bij alle afzetten komt er weer een goede onderwaterfase met stroomlijn. Rotatie ook hier weer vanuit de schouders, waardoor ze mooi kan indraaien. Ontspannen overal. En lekker rustig naar de overkant gezwommen. Love it.